Soms hoor je verhalen die bijna niet te geloven, maar toch waar zijn. Dat geldt ook voor het verhaal van de Doesburgse Rosalie de Graaf, die in korte tijd een prachtige carrière heeft opgebouwd als street artist. Rosalie de Graaf, beter bekend onder haar artiestennaam Rose Art. Ondanks dat zij begin 20 is, heeft ze al een grote naam in de street art en graffiti wereld. Ik heb zelf geneeskunde gestudeerd en ben gestopt met mijn studie en om een bedrijf te starten in de kunst. Ze staat bekend om haar hyperrealistische portretten. Een van haar bekendste werken is dit portret van een kussende Trump en Poetin, geflankeerd door Xi Jinping en Kim Jong-un. Ik ben helemaal autodidact, alles geleerd via YouTube. Wat op haar 18e begon als een hobbyproject, is uitgegroeid tot een hele onderneming. En inmiddels heeft ze al heel wat plekken in de wereld een beetje kleurrijker gemaakt. Rosalie de Graaf, Rose Artist, die nu naast haar kunst op straat ook mooie realistische kunstwerken op mensen gaat tatoeëren. Dat klopt. Waarom wil je dat ook gaan doen? Ja, het ligt eigenlijk best wel in het straatje van street artist zijn, kunst maken, maar dan ja, op mensen. En ik wilde dat altijd al. En het kwam op een of andere manier op mijn pad dit jaar. En nu begin ik mijn eigen tattoo shop. Ja, je hebt hier in je gezicht geen tatoeages, op je handen ook niet en in je hals niet. Nee, ik heb dus helemaal geen tatoeages. Dus dat is best wel uniek als je als tatoeëerder dat niet hebt. Maar ja, dat maakt me denk ik wel uniek. Ja, en ga je dat ook niet doen? Of? Ja, ik weet het niet. Heel veel mensen vragen het aan mij. Maar ik heb nog niet echt iets gevonden waarvan ik denk, dat wil ik voor altijd op mijn lichaam hebben. Dus wellicht. Maar ben je niet bang dat op een dronken moment dat je denkt, oh, ik heb hier zo'n naald, en dat je een beetje gaat lopen oefenen op je arm of zo? Ja, dat is dus wel heel verleidelijk als je aan het tatoeëren bent op nephuid. Dat ik denk, nou, als ik op mijn eigen arm of been iets maak, maar nee. En gaat het er dan net zo uitzien als de kunst die je op straat maakt? Dus heel realistisch? Ja, ja, eigenlijk de eerste tatoe die ik maakte op nephuid, dat is eigenlijk meteen gelukt. En het super realistisch portret. En ja, je moet eigenlijk alleen leren werken met naalden en huidtypes. Maar het schilderen en tekenen lukt me gewoon supergoed. En die street art, die heb jij van YouTube-filmpjes geleerd. Hè? Dat vind ik onvoorstelbaar. Je kijkt naar een filmpje en je kan het ook. Ja. Maar je kan het zo realistisch. Ik kan bijna niet geloven. Maar heb je dat tatoeëren ook zelf geleerd? Ja, nou ja, ik heb het geleerd van een man, een tatoeëerder uit Alkmaar, Robert. En hij heeft les gevolgd bij mij, want ik geef ook workshops voor street art. Mm-hmm. En toen zei hij, ja, ik wil eigenlijk leren werken met spuitbus. En toen zei ik, nou, ik wil leren tatoeëren. En we hebben een dealtje gesloten dat we bij elkaar een aantal maanden meelopen. En dan kijk je, krijg je dus echt in de keuken. En zo hebben we het elkaar geleerd. En wat is dan voor jou het grote verschil tussen op straat, op een muur? Of op de arm of de rug? Of, Een muur praat niet terug en een mens wel. Dus ja, het is superleuk om te werken met mensen, want dat doe ik normaal niet echt. Ik zit meer in mijn eigen wereldje, oortjes in en de hele dag schilderen. En nu werken met mensen is super tof. En gewoon het idee dat het heel hun leven op hun lijf blijft, is gewoon ja, heel vet. Ja, ja. Ja. Je doet ze ook wel een beetje pijn natuurlijk. Ja, ik doe ze wel veel pijn. Ja, nog even terug naar jouw geschiedenis. Want jij studeerde medicijnen en dacht toen van, nee, ik wil iets anders. Ik wil street artist worden. En we zien overal foto's en het is echt fantastisch. Het is ongelooflijk dat je dat zelf hebt aangeleerd. Ik zeg het nog maar een keertje. Maar toen je dat ging doen, had je toen enig idee dat je zo succesvol en zo snel succesvol zou zijn? Nee, ja, ik begon en toen heb ik een portret gemaakt van een kussende Poetin en Trump. Die ja, net ook zagen zag. We net al. Ja. Ja. En dat ging meteen viral online. Ik ben toen hier ook in een talkshow geweest. En ik heb een prijs gewonnen voor beste jonge ondernemer van Nederland. Een andere prijs voor vrouwelijk ondernemerschap. En echt binnen een jaar was ik eigenlijk al bekend kunstenaar. En nu doe ik dit 5 jaar over heel de wereld. En ja, dus in 5 jaar tijd ben ik echt uitgegroeid tot een van de grootste namen in de wereld van street art in Nederland. En wellicht wereldwijd. Ja, je reist ook de wereld over. Hè? Je gaat binnenkort naar Qatar en Dubai en China en India. Ja. Maar ook dichtbij doe je het. Hè? Het gemeentehuis van Doetinchem bijvoorbeeld. Daar hebben we volgens mij een foto van. Ja, kijk, dat is er nog niet, maar dat kun je op de een of andere manier projecteren. Ja. En dat gaat het worden. Ja, nee, dit is mijn ontwerp. Ik maak al mijn ontwerpen digitaal op mijn iPad. En dit is dus een ontwerp. Het is al gefotoshopt op de muur, dus dan weet je al helemaal hoe het gaat worden. Dus over een paar weken kun je in Doetinchem lopen en dan zie je dit. Want je weet zeker dat je dit ook gewoon kan. Dat komt eruit. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Ja. Een ander mooi kunstwerk, dat is deze week gemaakt. Was ook al even op het nieuws geloof ik. Of een week zeker trouwens. Maar dat was zorgcentrum De Liemerij in Zevenaar. Dat is hier wat we nu zien. Dat is zo mooi omdat het voor veel mensen natuurlijk heel herkenbaar is. Het is een glazen wand
tussen twee mensen in een zorgcentrum. Dus die kunnen niet bij elkaar komen. Mm-hmm. Wie bedenkt dan dat je dat gaat maken? Ja, het verpleeghuis kwam gewoon naar mij toe met de vraag... kun jij iets maken? Een soort eerbetoon aan de verpleegkundigen. Ze hebben een hele heftige periode meegemaakt in coronatijd... waar heel veel mensen zijn overleden. En er was gewoon heel veel paniek en stress. En zij wilden eigenlijk een soort kunstwerk maken... om te, als herinnering aan die tijd, maar niet te heftig, wel iets moois. Ja, het is heel liefdevol. Ja, het is eigenlijk een echtpaar die elkaar dus moet zien via het glas. En die blauwe hand is zeg maar verwijs ik naar de verpleging daar. Mooi hoor. Heb je dan een foto of is het... Ook zelf ontworpen. Ja. Ik wou dat ik dat kon. maar dat zou ik kunnen leren, want jij hebt de Rose Art Academy, hè? Klopt. Dus ik kan een workshop bij jou volgen. Waarom is het voor jou belangrijk dat ook andere mensen dit gaan leren? Nou, ik vind het gewoon superleuk om mijn passie te delen met echt zoveel mogelijk mensen. Vooral ook kinderen. Een street art school bestaat nog niet in Nederland. Dus ik dacht, dan ga ik het zelf maar opzetten. Ik heb nooit een rolmodel gehad. Ik heb alles geleerd van internet door kijken van allerlei YouTube-video's. Bob Ross bijvoorbeeld. Ja. Maar echt met al die bomen. Ja, precies. Maar echt een rolmodel op het gebied van street art, dat bestaat niet. Want street art bestaat nog maar net. En waar komt die academy van jou? Die heb ik al in Doesburg. En 16 juni is officieel de opening. Maar ik geef nu al workshops. In Doesburg, dus. Een mooie ruimte daar. Ja. En dan ga je de dromen van veel mensen misschien in vervulling brengen. Heb jij zelf nou nog dromen? Of ben je er eigenlijk al in korte tijd gekomen? mijn droom is om gewoon heel bekend groot kunstenaar te worden. Mijn passie over te dragen aan nieuwe generaties. Ook al ben ik zelf nog heel jong. maar ik hou gewoon van schilderen en dat doe ik gewoon hele dagen het liefst. Ja,